ja, like dat je ziet, de aardbeien en de winter witloof. En toen nog in de zomer kersen. En toen ook nog wat aardappelen ook. Dus vier teelten eigenlijk. Onze producten gaan eigenlijk vooral naar de veiling in Roeselare. De Reo-veiling. En toen ook een groot deel naar de korte keten, onze thuisverkoop eigenlijk. Dus eigenlijk ja, bladluis hebben we, toen de bladziektes, de wetziektes en toen spint en trips. Dat zijn eigenlijk de grootste moeilijkheden voor te bestrijden in de aardbeien. Op de klassieke manier, eigenlijk hou ik uit de ervaring dat wij van vroeger ook, van mijn vader had ook, altijd aardbeien gekweekt in de grond, dus gebaseerd daarop. En toen natuurlijk met de nieuwe ontwikkeling, met IPM ook, proberen we nu wel de gewasbeschermingsmiddelen wat te verminderen en alternatieven die beter zijn voor ja, ecologische zin toen, in te werken in de bedrijfsvoering. Eigenlijk vooral die zakjes dat we gaan uitzetten met kokoemeris. Dat wordt bijna eigenlijk standaard ingebracht wanneer dat we de bladgroei eigenlijk beginnen krijgen, de ontwikkeling ervan. Dus dat is iets dat we al standaard erin zetten, waardoor dat we eigenlijk bijna geen behandeling meer doen tegen trips en spint. En nu hebben we zeer dit jaar een proefopstelling voor de bladluis. Voor eventueel ook die behandeling wat te kunnen reduceren. Dat zijn eigenlijk de voornaamste die we doen na biologische bestrijding. Dankzij het IPM-werksproject probeert Wim ook eens biologische bladluisbestrijders uit. Hij doet dat hier in zijn teelt El Santa. We hebben gewerkt met sluipwespen en met zweefvliegen. Daarna zagen we dat de bladluisdruk wat toenam, hebben we ook halmuggen ingeschakeld. En daarbij zien we eigenlijk een heel goed resultaat. We zien eigenlijk dat bladluizen geparasiteerd zijn door de sluipwespen. Dus daar zijn we heel blij mee. Naast de zakjes die we gaan uitzetten, gaan we ook wel wat selectiever zijn in de gewasbeschermingsmiddelen die we gebruiken. Dat die selectiever gaan werken. Op hetgeen dat we wel bestrijden en dus niet echt breed werkend, dat we eigenlijk ook niet de nuttigen gaan dooddoen. De voordelen ervan zijn dat je sowieso al voelt dat je minder gaan spuiten in de tunnel. Dus er zijn wel een aantal spuitbeurten dat nu al gereduceerd zijn. Ook naar het verhaal van naar de mens te brengen in de korte keten, is dat wel positief dat ik vertel aan de mensen dat je nu eigenlijk dat je erop werkt voor die residu's te gaan minderen. En eigenlijk ook op een natuurlijke manier eigenlijk proberen de plant gaan gezond doen. Naar kostprijs toe is natuurlijk wel iets. Dat moet betaalbaar blijven ook. Want we zitten natuurlijk in een concurrentiële markt. Dus je moet wel altijd zorgen dat het niet te duur wordt. Want die beestjes hebben natuurlijk ook een kostprijs. Dus dat moet natuurlijk wat afwegen tegenover je opbrengst dat je hebt. Dat is, je kan niet verwachten dat het even goedkoop is of gewoon een systemisch middel. Maar toch dat het wel rendabel is voor ermee te gaan werken eigenlijk. Als je daarmee gaat gaan werken, raad ik wel aan voor begeleid te worden. Dus monitoring die gebeurt via Inagro of via Koppert of Biobest. Heb je dan wel professionele mensen die specifiek gaan kijken naar dat bodem, of ja, het leven die je eet in de tunnel of op de plant in de bodem.
dat wel gemonitord wordt, zodanig dat je op tijd kan ingrijpen als er iets aanwezig is of niet. Dat ze wel zaten dat we er niet snel genoeg gaan opvatten, omdat we gaan zien wat er is, maar toen is het eigenlijk al te laat. Hoe je het echt effectief ziet, kun je met die IPM-strategieën te laat zijn. Dus is het wel belangrijk dat je goed op tijd kan ingrijpen voor goede resultaten te hebben. MUZIEK.